De televisie Waarom eet je niet wat meer? vroeg vader Stamper aan Pluk. Ik heb niet zoveel trek, zei Pluk, en ik moet weer eens naar huis. Ga je nu al weg? vroeg de Stampertjes teleurgesteld. Blijf je nog niet even naar de televisie kijken? Laat hem nou maar, zei vader Stamper. Hij is verdrietig, dat zie je toch. Zijn duif is opgevreten door die misdadige vlettenkat. En nou heeft hij geen trek in frieten. En hij heeft ook geen zin in tv kijken. En bovendien moeten jullie allemaal weer naar bed. Want jullie zijn ziek. Ik niet, riep het kleinste stampertje. Ik ben niet ziek. En jij moet ook naar bed, zei vader Stamper. Wat gek dat de dokter vandaag niet is geweest. Hij had toch beloofd dat hij zou komen? Hoe dan ook, allemaal je bed in. En vanuit je bed mag je televisie kijken. Ik heb hem al aangezet. Weet je zeker dat je niet even blijft, Pluk? Echt niet, zei Pluk. En wel bedankt en tot ziens. Maar toen Pluk al buiten was, op de gang, kwam het kleinste stampetje hem heigend achterna en zei Wil je alsjeblieft even terugkomen? Onze televisie doet het niet. Waarom moet ik dan terugkomen? Vroeg Pluk. We dachten jij bent zo knap, zei het stampetje. Misschien kun jij hem even maken. Ik, ik weet helemaal niets van tv toestellen, zei Pluk. Helemaal niets. Doe nou, zei het stampetje. Kom toch maar eventjes kijken. Zuchtend stapte Pluk weer mee naar binnen. Vader Stamper en alle kleine stampertjes verdrongen zich om het toestel. Daar is Pluk. Pluk zal hem wel weer goed krijgen, riepen ze. Ik heb echt geen verstand van een televisietoestel, zei Pluk. Jullie moeten er een, een man bij halen. Het is toch echt veel te moeilijk voor een gewoon mens, want... Toen zag hij dat het snoer los De stekker zat niet in het stopcontact. Hij stak hem erin. En even later kwam een geluid uit, en daarna het beeld. Zie je wel? Schreeuwden de stampertjes. Pluk heeft hem gemaakt. En vader Stamper drukte hem de hand en zei: "Hartelijk dank, jongen." Het was niets, zei Pluk, en hij wilde voor de tweede keer afscheid nemen, maar nu hoorde hij een van de stampertjes roepen: "De dokter! Daar is de dokter!" Pluk keek om zich heen en zag geen dokter, maar het stampetje wees naar de beeldbuis. Waar en bol, dit is onze dokter, riep vader Stamper. Vandaar dat hij vandaag niet is gekomen. Hij moest op de televisie. Wat gaat hij doen? Sst, jongens, allemaal stil. Pluk bleef even staan om te luisteren. Hij kende de dokter wel, die altijd alle zieke bewoners van de bette flat bezocht. Blijkbaar ging hij nu een praatje houden over mazelen. Beste ouders, zei de dokter, zoals u weet is mazelen een kinderziekte. Niet ernstig, u hoeft zich nooit ongerust te maken. Het gaat altijd weer over. En nu zal ik u de pilletjes laten zien die ik aan alle kinderen met mazelen geef. De dokter zette zijn grote tas op het tafeltje voor hem. Hij deed de tas open, hij haalde er een groot pak verband uit en onmiddellijk daarna vloog er een dikke duif uit de tas. Alle stampertjes schreeuwden van plezier en riepen, hij goochelt, de dokter is een goochelaar. Maar Pluk stond een ogenblik verstard en schreeuwde toen boven iedereen uit, Dolly, het is Dolly! Hij liet zich lang uit op de matrassenvloer vallen en trappelde met zijn voeten en lachte en gilde en haalde allemaal tegelijk. stil nou toch, riep vader stampen. Even verder kijken. De dokter was blijkbaar zelf heel erg verrast. Een tijd lang keek hij verschrikt om zich heen en zei geen woord. De duif was nu uit het beeld verdwenen en de dokter begon weer. Neemt u me niet kwalijk, beste ouders, zei hij. Zonder dat ik het wist, had deze duif zich in mijn tas verschanst. Het dier is inmiddels buiten losgelaten, en ik kan nu mijn lezing over mazelen voortzetten. Ik ga, zei Pluk. Wacht even, zei vader Stamper, niet zo haastig. Het beest moet helemaal uit bussen komen. Denk erom, want daar is de televisiestudio. Ja, zei Pluk, maar ik moet er wel zijn als zij thuis komt. Hij wijfde haastig de stampertjes dag en holde de deur uit naar zijn torentje. Toen hij over de stenen trap naar boven liep, zag hij de flette kat zitten. De kater dook angstig in elkaar toen hij Pluk zag aankomen. Wees maar niet bang, zei Pluk, ik zal je niets doen, maar je hebt wel heel gemeen gelogen tegen me. Heb ik gelogen? vroeg de kat. Wat heb ik dan gezegd? Je hebt gezegd dat je pluk zweeg. De kat had nooit gezegd dat hij Dolly had opgegeten. Dat had hij zelf alleen maar vermoed. Laat maar zitten, zei hij. Bij de deur van zijn torenkamer bleef hij staan. Hij leunde over de balustrade van de buitengang en tuurde in de lucht. Het werd avond. Het begon te schemeren en Pluk wachtte en wachtte. En pas toen het zo donker was dat hij niet meer in de verte kon kijken, toen hoorde hij vleugeltjes klapperen. En Dolly streek naast hem neer, doodmoe en een tikkeltje gehavend. Geef me een beetje water, zei ze zwak. Pluk bracht haar een kommetje water en een paar korrels mais en daar knapte ze, ze van op. Ik ben zo ontzettend lang in deze, in deze tas gezeten, zei ze. Ik was bijna gestikt. Hoe kwam je in die tas? vroeg Pluk. Vertel nou eens. Bij Aagje. De dokter was bij Aagje en ik zat onder het bed. En ik moest me ergens verstoppen. En toen stond die tas daar open. Dus ik kroop erin. En ik dacht, hij zal wel naar een volgende patiënt gaan... En dan doet hij daar zijn tas weer open. Maar nee, hij reed een heel eind met de auto en het duurde heel lang. En toen de tas open ging, was ik in een zaal vol grote felle lampen. En er waren mannen. Ik weet nog niet wat het was. Het was de televisiestudio, zei Pluk. En jij bent voor de tv geweest. Ik heb je gezien. Ik? Op de tv? Heb je mij gezien? Ik zag je uit de tas vliegen, zei Pluk. Dolly vergat alle ellende en alle vermoeidheid. Ze zwol van trots. Ik ben een tv-duif, zei ze. Ben ik nou beroemd, Pluk? Ik denk het wel, zei Pluk, in elk geval voor één dag. Maar het fijnste is toch dat je veilig en wel terug bent.